Welkom bij de allereerste Research at Nederland-podcast. In de weken richting zaterdag 19 juni nemen we u zes keer mee met een gast waarmee we de onderwijsactualiteit bespreken en een doorkijkje maken naar de mooiste onderwijsconferentie van ons land. Daar waar onderzoek en praktijk in elkaar overvloeien. Mijn naam is Jan van der Ven en dit is aflevering 1 van de Research at Podcast. Mijn eerste gast hoort ondertussen bij het Research at Meublair. Als wiskundedocent schreef hij meerdere boeken rondom klassenmanagement en samen met Jelmer Evers stond hij aan de wieg van de lerarenbeweging met hun boek Het Alternatief. Als eerste leraar werd hij door de Kroon benoemd in de Onderwijsraad waar hij nu met zijn tweede termijn bezig is na zijn werk als zelfstandig trainer en adviseur. Leraar, columnist, adviseur, uitgever, trainer, René Kneiber. Onderwijsman in hart en nieren. René, welkom. Uh, allereerst wat heb jij met Research ad? Nou, ik ben eigenlijk vanaf het begin af aan ben ik al betrokken bij Research ad. Dus uh, ik ben, raakte eigenlijk al vrij vroeg geïnteresseerd in wat, wat onderwijsonderzoek kan brengen voor de praktijk. Eh, toen ik net voor de klas stond, dacht ik, ja, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Mm -hmm. nee, want ik doe wel allemaal dingen als uitleg en, en opdrachten geven. Maar hoe weet ik wat het beste werkt. Ja. En dus voor mij zat die fascinatie er al vrij vroeg in. Van ja, ik kan wat dingen doen. Maar wie zegt er dat de dingen die ik doe, dat die ook daadwerkelijk opleveren. Wat ik ervan hoop. Ik kan het misschien niet beter. Hè? Is daar geen onderzoek naar gedaan? Ja. Dus zo, zo raakte ik daarin geïnteresseerd. En uh, ja, dat is eigenlijk nooit weggegaan. En rond het alternatief, ja, vond ik dat ook een, een onderdeel van wat de professionaliteit van leraren zou moeten zijn. Ja. Eh, want uh, ja, ik vond dat leraar zich moesten emanciperen. Ja. Maar dat er ook bij hoort van ja dat je werkt aan de kwaliteit van je vak. Ja, zelf en... op zoek naar relevante kennis. Ja, precies. En en je, ja, je dat ook onderhouden. En ja. dus niet zomaar dingen doen. Maar gewoon ook weten van ja wat werkt hè, wanneer. En uh, ja, wat kan ik daarvan gebruiken. Nou, en in dat kader uh, ja, kwam eigenlijk ook voor mij research ad in Engeland in het vizier. Eh, opgericht door Tom Bennett. En uh, uh, ja, vrij succesvol daar eigenlijk meteen vanaf het begin af ja. aan al. En ik dacht, nou, dat, is, dat zou voor ons toch ook fantastisch zijn. Dus toen ben ik een keer daar naartoe getogen in, in, in Engeland. Ja. Ben ik daar in september naar de National gegaan en heb ik daar uh, een sessie verzorgd. Ook. Weet je, ja, al nog uh, wanneer dat was? Ja, dat was in 2015. Ja. ja, het was net het Flip the System boek was uit, uh, want het alternatief heeft ook een Engelse versie ja. gekregen. Dus daar heb ik toen dat was eigenlijk de aanleiding om daar wat te, te komen vertellen. Ja, en dat was gewoon een fantastische dag. Hè. Er waren 800 man. Uh, iedereen was uh, heel enthousiast. Allemaal ja. fantastische sessies. De onderzoekers en leraren die allemaal over een bepaald onderwerp nou ja, gewoon uh, helemaal los gingen. En uh, ja, en op een zaterdag. En ja, met een handje vol Nederlanders. Ja. En, uh, en een daarvan was uh, Jan Tishouser, die, uh, die heel graag uh, dit ook in Nederland uh, wilde gaan doen. Ja. Dus uh, nou, en daar heb ik me natuurlijk vanaf het begin af aan heb ik dat ook gepromoot. En, uh, ja, en op die manier uh, ben ik ook eigenlijk vanaf het begin af aan al betrokken bij ja. uh, Research at Nederland door steeds sessies te verzorgen ja. en, uh, en er aandacht ja, voor te vragen. Dus met recht iemand die bij ons meubilair hoort. Um, straks zo wat meer over Research at, ook over je eigen sessie. Um, ik vroeg net al he, van welke rapporten vanuit de Onderwijsraad zou je graag he, bovenaan die stapel van de, uh, van de formatietafel willen hebben. Maar als je nou gaat kijken naar, he, je bent veel meer dan uh, uh, iemand van de Onderwijsraad. Je bent leraar, uh, trainer, leraar en trainer. Um, je bent uitgever van onderwijsboeken onder andere. Uh, als jij nou zelf zou mogen kiezen, als René Kneiber nou zou mogen aanschuiven bij die uh, um, formatiebesprekingen over onderwijs. Um, wat gaat jou dan... Als persoon, als uh, onderwijsman aan het hart. Wat zou jij dan daar als onderwerp binnen willen schuiven? Ja, nou ja, kijk, voor mij is het allerbelangrijkste: hè, als je het mij zou vragen,. Is uh, de manier waarop beleid wordt vormgegeven in Nederland? Ja. Want, want dat is voor mij het kernprobleem. Eh, los van alle andere problemen die er zijn, want ik denk uh, werkdruk is natuurlijk een enorm probleem waarvan mm -hmm. ik wil dat het opgelost wordt, ja. eh, of zo goed als mogelijk. Eh, ik zie ook het salarisprobleem uh, als er nog steeds als een probleem. Eh, dat er een, een gat is tussen wat PO en VO. Uh, mm -hmm. uh, dat hebben, blijkt, ja. Uh, ja. Yeah. Nou ja, en, uh, en zo zijn er veel meer problemen. Alleen uh, ja, ik denk, hè, zoals kansenongelijkheid mm -hmm. en al dat soort dingen, maar ik denk dat die problemen niet opgelost worden als OCW niet in staat is om goed beleid neer te zetten. Ja. En, uh, en je ziet dat de OCW eigenlijk te weinig kennis in huis heeft, uh, of eigenlijk niet adequaat stuurt. Ja. Uh, te veel probeert te doen via afspraken in de polder. Ja. En uh, ja, wat mij betreft is een van de dingen die moet gebeuren is eigenlijk het uh, ja, OCW zelf goed onder handen ja. nemen... En, uh, ja, en eigenlijk kennis daar een veel centralere plek in te geven. Ja. Je, je geeft eigenlijk een soort van uh, korte uh, ja, recap... van uh, je boekje De sluipende crisis... dat je ook nog schreef samen met Doreen Zevenbergen. Uh, onlangs uh, sprak Jaap Versveld in het Financieel Dagblad... Uh, oprichten van Stichting Leerkracht... eigenlijk ook soortgelijke woorden... Hè, met name uh, rondom die kennis op de departementen... Um, over uh, uh, onderwijs in dit geval... Uh, waar zou je beginnen? Uh, hoe, hoe kunnen we dit anders gaan regelen? Ja. Nou, ja, kijk, ik denk dat het gewoon een hele eigenlijk omvorming van het ministerie vraagt. En, uh, en dat heeft misschien deels te maken met de Rijksoverheid zelf. Uh, hè, want bij de Rijksoverheid is eigenlijk kennis als uh, onbelangrijk wordt dat beschouwd. Hè. Dus uh, managers worden vooral aangetrokken op hun managementvaardigheden yeah. en niet per se op hun kennis van onderwijs. Hè. Dus mm -hmm. je kan van landbouw komen en dan bij OCW terechtkomen. Of van Defensie of uh, van de, uh, het hele Belastingdienst kun je yeah. vandaan komen. En het daar niet zo fantastisch gedaan hebben. En dan en dan je dan met het onderwijs gaan bemoeien. Dat, dat kan allemaal bij de overheid. Uh, ja, en ik denk dat dat gewoon niet goed is. Hè. Dus vroeger had je een systematiek waarbij je. Uh, nou ja eigenlijk vanuit uh, waarbij de vooral ambtenaren werden aangetrokken vanuit het veld zelf ja. en dat leerde ze heel veel ja dat bracht ook heel veel kennis natuurlijk met zich mee ja, en nu hoeft dat niet. Hè. En nu zie je eigenlijk een soort carousel van ambtenaren die, nou ja, misschien een jaar lang op een dossier zitten en dan vervolgens naar een volgend dossier gaan. Dus de cultuur bij OCW is ook een beetje dat je de. Ja, je bent een beetje een loser als je te lang blijft hangen op, op een bepaald dossier. Kijk, en dat kan allemaal zo werken binnen zo'n ministerie, maar dat levert eigenlijk allemaal beleid op waar we in het veld niks aan hebben. Dus wat mij betreft, ja, vraagt het eigenlijk een, een omvorming van. Hè, waarmee ja. ik niet wil zeggen dat uh, individuele ambtenaren... Nou, allemaal heel slecht zijn. Want ik ken dat alleen maar als uh, hele aardige, vriendelijke en hele slimme mensen. Ja. Maar ik denk dat de manier waarop het ministerie georganiseerd is... en de wijze waarop beleid tot stand komt... Ja, dat dat gewoon echt aan... Uh, ja. dat moet gaan veranderen. Iets meer onderwijs binnen OCW, wat dat betreft. Of veel meer onderwijs binnen OCW. Ja, vooral kennis over. Hè. Dus ja. uh, kijk, uh, het is prachtig natuurlijk dat uh, OCW nu zegt van nou we maken 8,5 miljard vrij. En dan moet allemaal evidence-informed zijn. Maar ja, dan zou je toch ook verwachten dat binnen OCW. dat er ook mensen zijn die ook begrijpen hoe dat zit. Ja. Ja, en snap uh, ik. en, en ja, dat blijkt toch niet het geval. Nee. Nou, over dat uh, evidence-informed. Uh, daar gaan we dadelijk in het tweede gedeelte wat, uh, wat dieper op in. op jouw, uh, op jouw sessie. Uh, maar allereerst, voor de eerste keer ook, aflevering 1: uh, Tishouser's tip. Jan Tishouzer, je noemde hem net al, de man die Research ad ook naar Nederland haalde. Um, zal elke aflevering uh, aan de hand van het programma zijn tip geven over wat er 19 juni aan bod komt. Um, en het liefst dan ook nog een beetje gebaseerd op waar wij het hierover gehad hebben. Tishouzers tip. René Knijber is ook lid van de onderwijsraad. En die raad gaf ons de afgelopen maand twee adviezen die ik wil samenvatten met. Leg de focus op het fundament en geef kinderen meer kans om na de basisschool op te stromen. Op Research Search leggen we elk jaar de focus op het fundament met veel aandacht voor rekenen en taal. En ook dit jaar hebben we weer een aantal sessies die daarover gaan. Mariette Eskers vertelt ons hoe je van elke leerling een vloeiende lezer maakt. En Sarah Bergsen vertelt ons hoe je in drie maanden van een matig besturende school op het gebied van rekenen een topschool kunt maken. Maar wat heb je aan een goed fundament? Als je op je elfde in een doodlopende straat op het VO belandt, waar de weg omhoog steeds moeilijker is. Hoe kunnen we de kinderen uit Amsterdam-Noord en Rotterdam-Zuid helpen die vaak met een stevige onderadvisering op het VMBO basis en kader zijn beland? Wachten op de brede brugklas helpt de kinderen op korte termijn niet. Een van de oplossingen komt van Gert Verbrugge en zijn collega's. Zij hebben op het Alfring-college laten zien hoe je in het VMBO een hoog niveau kunt realiseren door evidence-informed aan de slag te gaan. Ik kijk er naar uit om jullie op 19 juni in levende lijven of online te ontmoeten. Tot dan. Oké okay, René, uh, 19 juni, het komt met rassenschreden dichterbij. Uh, jij gaat zelf ook een sessie weer uh, voor ons doen. Uh, je zei al van, uh, ik heb er al heel wat achter de rug. Het wordt de zesde Research at Nederland. Um... Wat ga je doen eh, 19 juni? Wat kunnen we van jou verwachten? Ja, dus ik probeer iedere research. Dan probeer ik een andere sessie te geven. Dus ja. uh, ik heb wel heel wat thema's achter de rug inmiddels. Maar dit keer gaat het over feedback. Uh, want ik denk dat uh, ja, daar eigenlijk de, de inzichten over hoe je go goed feedback kunt geven, ja. die, uh, die uh, ja die zijn eigenlijk heel erg aan verandering onderhevig. Dus wat je merkt is dat uh, als je op veel scholen komt, is dat dat. Iedereen toch een beetje het idee heeft van ja, eigenlijk de klassieke manier van feedback geven. Hè. Dus ik vertel als leraar, vertel ik jou als leerling. Hoe je het moet gaan doen. Mm -hmm. En uh, probeer dan zo specifiek mogelijk te zijn. Hè, en, uh, nou ja, al dat soort dingen, zo snel mogelijk. Maar uh, ja, het onderzoek blijkt, blijkt eigenlijk dat dat niet uh, de beste manier is om, uh, om feedback te geven. Ja. Tenminste, niet voor iedere leerling of student. Ja, je schreef daar ook een boek over, hè? Uh, Toetsrevolutie. Ja. Uh, met wie schreef je dat en wat? wat kun je daarin terugvinden, wat je ook in de sessie uh, terug gaat, uh, gaat horen? Ja, nou. In, ik heb inderdaad toetsrevolutie gemaakt. Dat heb ik met Dominique Sluismans, heb ik dat, uh, dat geschreven. En, maar daar vind je niet zoveel over uh, Over dit specifieke onderwerp. Mm -hmm. uh, want uh, uh, ja, het is, wat ik al zei, het is een beetje nieuwe inzicht. Dus ik ben nu een nieuw boek aan het maken, ook met Dominique Sluismans ja. en met uh, Valentina David en Blanca Will Lopez. Mm -hmm. uh, formatief handelen van instrument naar ontwerp. Mm -hmm. En die, die nieuwe inzichten over feedback, die vind je daarin terug. Dus, uh, en, en er zijn ook andere boeken. Dus je hebt de Feedback in de Klas, is recent uitgekomen... Dat is een heel goed boek ook over waarin al die nieuwe inzichten ook verwerkt zijn. Dus uh, nou ja, dat zijn eigenlijk de plekken waar je er wat meer over kunt, uh, kunt terugvinden. En uh, ja, eigenlijk is de oorsprong is, uh, het werk van uh, ja, eigenlijk een groep onderzoekers, mm -hmm. eh, van Naomi Winston en, uh, en nog een, en een aantal van haar collega's, die hebben daar ook een fantastisch boek over gemaakt. Designing Effective Feedback Processes. En eigenlijk is de, de kerngedachte van, van dat boek is dat. Uh, en van hun onderzoek is. Ja, uh, dat er vaak veel frustratie is bij leraren, want ik geef heel veel feedback, maar er wordt ja. zo weinig meegedaan. Is uh, dat ook iets wat je zelf herkent vanuit jouw eigen leraarschap? Hè? Uh, docent wiskunde geweest? Uh -huh. Ja, zeker. Nou, kijk, ik. Ja. <laughs> kijk, wat, wat ik uh, eigenlijk van, van nature al deed, was goed kijken van ja, ik doe iets en wat levert het eigenlijk ja. op. En uh, ja, en soms kom je er gewoon achter dat de dingen waarvan je het denkt of, gele of geleerd hebt op je opleiding van dit is de manier waarop je het moet aanpakken, ja, dan zie je gewoon in de praktijk dat dat niet het resultaat oplevert wat je ervan verwacht. Ja. Dus ik was al vrij geneigd om het toch wel anders aan te pakken, um, maar ja, ik ben zelf toch ook wel uh, heb, heb ik als docent wiskunde vond ik dat ik toch degene was die die feedback moest geven. Yeah. En, uh, en dat hoort eigenlijk niet bij een gezond feedback dieet, zoals ik het zou willen noemen. Hè. Dus in een gezond feedback dieet is heel gevarieerd. Hè. Ja. Een deel daarvan is inderdaad dat je als leraar feedback geeft. Wat zijn maar, andere elementen die daar uh, bij zo'n gezond feedback dieet... Uh, nou, dat bijvoorbeeld dat je klassikale feedback geeft. Hè. Dus je laat wat voorbeelden zien. Mm -hmm. En daar heb je het over met de klas. En dan ben je niet specifiek aan individuele personen feedback aan het geven. Ja. Of uh, je geeft uh, feedback, uh, je laat ze elkaar feedback feedback geven, wat dan peer feedback heeft. Mm -hmm. En een heel belangrijke is uh, dat je feedback aan jezelf geeft als leerling. En dat klinkt misschien een beetje als obscuur, hè? Ja. En waarom zou dat goed moeten werken. Maar wat wij vaak vergeten is dat uh, uiteindelijk waar we altijd naar op zoek zijn, is dat een leerling of een student zelfstandig taken kan uitvoeren. Ja. En daarbij hoort ook dat je jezelf feedback kunt geven. Dus uh, nou ja, en het is natuurlijk niet zomaar dat je een leerling aan zichzelf feedback kan laten geven. Hè? Dat vereist natuurlijk enige voorbereiding. Ja. Hè? Dus het is niet iets wat je aan het begin van een instructieproces zou doen, bijvoorbeeld, nee, maar meer nee. richting het einde. Maar uiteindelijk is het eigenlijk altijd zo dat we van leerlingen verwachten dat ze echt dingen zelfstandig kunnen. Ja. En daar hoort dus ja, ook dat jezelf feedback geven hoort daar ook bij. En nu heb je het veel hè, over de feedback tussen uh, docent en leerling, of bij de leerling uh, bij zichzelf. Uh, hoe zit het met uh, feedback uh, van leraren en leraren onder elkaar? Is dat ook een item wat, wat daarin terugkomt? Nee, dat komt niet in de sessie terug. Nee, Maar het is natuurlijk uiteraard wel van belang dat je ook uh, ja, om feedback vraagt. Al denk ik dat het, ook in lijn met wat ik net zei, ja. dat het vooral ook belangrijk is dat je als leraar in staat bent om jezelf feedback te geven. Ja. Dus want regelmatig ben je toch gewoon zelfstandig aan het werk. Het is niet dat er altijd iemand bij is. Maar uh, kijk, in sommige situaties is het heel erg lastig om, uh, ja, om jezelf feedback te geven, ja. omdat je jezelf niet ziet en ja. je hoort jezelf niet. En uh, kijk, en wat dat betreft uh, ja moet je je afvragen, denk ik. Uh, in hoeverre je afhankelijk moet zijn van uh, de feedback die een andere collega je geeft. Dan ja. kan je, denk ik, vrij spe specifieke feedback geven op een aantal dingen. Maar vaak vergeten we dat we in de les ook altijd een hele belangrijke bron van feedback aanwezig is. Namelijk de leerlingen zelf. Ja, ja precies. Want die zijn degene die de ja. les ervaren. En uh, kijk, die kunnen sommige feedbackvragen misschien niet beantwoorden. Maar heel veel ook wel. Ja. He, dus uh, ja... Wat ik in ieder geval altijd geneigd was om te doen is toch vooral regelmatig te checken eh, bij de leerlingen eh, van nou, wat vond je ervan? Eh, dat is natuurlijk één vraag. Eh, of of wat, wat waarmee was je geholpen? Eh, dat is natuurlijk ook een vraag die je kan stellen. Ja. Maar ja, voor mij zat met name ook de feedback altijd in, in het goed kijken van ja, waar zijn ze nou eigenlijk mee bezig? Dus ik heb ja. een uitleg gegeven en dan uh, ja, en ze gaan dan aan de slag. Ja, en dan loop ik, loop ik rond en dan kijk ik van ja wat gebeurt er nou in die schriften ja. eigenlijk. Want daar heb je dan eigenlijk ook al feedback voor jezelf. Over hoe de instructie is verlopen of hoe de les aan het ja. verlopen is. Heel herkenbaar, uh, ook vanuit mijn eigen uh, klassenpraktijk. En nou schreef je ook in jouw sessievoorstel uh, nieuwste wetenschappelijke inzichten over feedback. En hoe je met minder werk meer resultaat kunt behalen. En vooral dat minder werk, meer resultaat. Um, ja, dat spreekt natuurlijk iedere leraar, uh, uh, iedere docent aan. Uh, waar, waar zit hem dat in? Dat, dat het minder werk zou zijn en dat het meer resultaat op zou leveren. Nou, omdat in die klassieke opvatting die veel leraren hebben, van ik ben degene die feedback geeft. En ik zeg ze heel, ik zeg je heel precies wat er verbeterd moet worden. Uh -huh. En dat, dat die, die opvatting, die zie je eigenlijk overal, van primair onderwijs tot hoger onderwijs terugkomen. En een van de dingen die we weten uit hoger onderwijs, bijvoorbeeld, is als jij als dat als docent doet, uh, dan leidt dat tot hele tevreden. Studenten. Hè? Dus heel goed voor je studenten tevredenheid. Deze docent vertelt me precies wat ik moet aanpassen. Ik pas het aan en daarna heb ik het gehaald. Maar ja, dat is niet per se waar uh, goed onderwijs over gaat. Kijk, want. Uh, Kijk, als ik in mijn lessen bijvoorbeeld uh, dan feedback gaf, hè, op een hele specifieke manier en snel. En, dan bijvoorbeeld, ze waren grafiek aan het maken. Dan zie ja. je een aantal dingen ontbreken. Zeg je, let eens even op. Hè, dit. Ik moet even namen bij de assen enzovoorts. Nou, uh, dat punt is niet goed getekend. Daarna, en daarna hadden ze dan een perfecte grafiek. En dan, nou, eindgoed al goed, zou je ja. denken. Maar, maar onderwijs is niet een onderneming waarbij je. Uh, Bezig bent met perfecte producten afleveren. Nee. Het gaat niet over dat die dat er perfecte grafieken afgeleverd worden. En perfecte leesverslagen en perfecte presentaties enzovoorts. Maar waar het om gaat, is dat die persoon beter wordt in het maken van een grafiek. Ja. En dan werkt het natuurlijk niet als ik voorzeg dit is wat er allemaal veranderd moet worden. Ja, ja. Maar ik zal uh, ja eigenlijk meer ze je tot reflectie moeten aanmoedigen. Ja. Kijk, en het nadeel daarvan is, is dat dat niet automatisch leidt tot een betere grafiek. Dus daarom kan ik als docent dan denken, ja, zie het werkt eigenlijk niet zo goed. Mm -hmm. Maar we weten uit onderzoek dat het voor de lange termijn beter is. Ja. Hè, door vragen te stellen, hè, bijvoorbeeld van, nou, eh, heb je alles, hè, zitten alle elementen in die grafiek? Nou, dan worden ze meer gedwongen om na te denken. Misschien komen ze dan niet achter alles. Nee. Maar op de lange termijn hebben ze daar voordeel van. En dan doe je dus in feite minder. Ja. Je doet minder, maar het levert meer resultaat op voor de lange termijn. Minder uh, gericht op het product en meer gericht op het leerproces eigenlijk, uh, zoals je dat zegt. Ja, nou, het gaat uh, veel meer over het, de vorming van, ja. van mensen. en uh, kijk, ik, ik maak vaak een vergelijking met uh, nou, als ik een boek schrijf, dan heb ik tekstredactie. Want ik schrijf niet perfect. Hè, dus ik heb altijd een tekstredacteur, die gaat altijd door mijn, uh, mijn tekst heen. Mm. En Lisa, die doet dan die past alles aan. En dan doe ik alleen maar uh, ja, dat is zoveel. Dan doe ik accept all changes. En dan is alles is verbeterd. Ja. Nou, en dan heb ik een perfect boek. Maar daar gaat het dan ook om. Want het is, ik ben... Een, eh, ik, ik wil een perfect boek hebben. Ja. Hè. Ik wil een goed boek hebben ja. wat mensen hè, zonder taalvat. Maar in dat hele proces ben ik niet een betere schrijver geworden. Nee, nee, nee. En als ik hem als hij van mij een betere schrijver wil maken, zal hij zijn feedback heel anders moeten geven. Ja. Maar ja, dat is niet de onderneming waar we dan mee bezig zijn. Maar op school zijn we natuurlijk altijd bezig met het vormen van mensen die uiteindelijk zelfstandig taken moeten kunnen uitvoeren ja. en, en bepaalde vaardigheden moeten kunnen uitoefenen. Ja, dat vereist in het onderwijsproces gewoon een andere vorm van feedback. Ja. Nou, en daarbij kunnen we onderzoek ontzettend. Het goed gebruiken voor hoe, hoe we dat kunnen doen. Volgende week praat ik daar ook verder uh, met Inge de Wolf over in de tweede aflevering. Um, als ik Inge de Wolf volgende week aan deze tafel heb, René, um, wat zou jij haar graag willen vragen of willen meegeven uh, in die tweede aflevering? Nou, ik zou van Inge de Wolf heel graag willen weten dat als we uh, nu we die 8,5 miljard uh, beschikbaar hebben, ja, wat is dan haar. Uh, wat zou haar pleidooi zijn hè, voor scholen dat ze op de allerbeste manier kunnen inzetten? Nou, um, en dan ook vanuit die onderzoekskant natuurlijk. Want Inge um, um, ja, um, heeft dat zo'n beetje als, um, uh, als middelneem, om het zo maar te zeggen. Dus gaan we dat ook uh, um, volgende week mooi aan haar vragen. Uh, dankjewel René dat jij te gast wilde zijn in onze eerste mm. aflevering. Um, of deze podcast ook uh, de formatietafel gaat bereiken met die ideeën die je hebt uh, aangereikt. Um, ja, dat moeten we even gaan kijken um, de komende Tijd. Uh, in de volgende aflevering is dus Inge de Wolf de gast. Uh, dank voor het luisteren. Uh, tot volgende week. En Mocht je je online ticket voor de zaterdag 19 juni Research at Nederland nog niet binnen hebben, kijk dan snel op www.researchat.eu en schaf je ticket zo snel mogelijk aan. Um, bedankt voor het luisteren. En René, dank dat jij onze eerste gast wilde zijn.